Film niet hoor. Niet mijn hond persen. Hallo allemaal. Hallo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Lake Vitality. Het is vandaag donderdag. Toch? Ja. Ja. Een rijdende cab. En Iris heeft vandaag les gehad. Ja, met City. Alleen dat hebben we niet gefilmd, want toen waren we dus nog niet aan het filmen, want ik was nog op school. Aan het ploeteren en op school. Maar nu gaan we dus eventjes Stan en Yellow temmen. Ja. We gaan even Stan en Yellow temmen. Wij gaan dus vandaag Stan en Yellow temmen. Want er was vanuit jullie heel veel gevraagd of wij met ze op buitenrit wilden of wilden wandelen. Of, nou ja, de basis. Natuurlijk nog niet beleerd, maar laten we inderdaad dus beginnen met ze leren netjes aan het touw meelopen. Ja. En Yellow doet dat wel redelijk volgens mij. Stan doet dat niet. Nee, en Stan weet ook niet wat regels zijn. En die komt zeg maar elke keer te dicht in je zone, zeg maar. Ja, zeg maar gewoon met zijn mond open zo. Ja, en dan zo in je zone. In je... Vetjes en zo, alles wat uitsteekt, zeg maar. Maar ja, en we gaan ze ook even poetsen. Ja, maar met Stan moeten we natuurlijk nog wel even een beetje opletten, omdat hij nog zo jong is, kunnen we natuurlijk niet verwachten dat hij morgen in één keer dat wel kan. Nee, en hij is ook gewoon super speels en zo, en dat ja, hij is gewoon nog dat jong. Hengste gedrag, dus... Korte concentratieboog. Ja. Maar ja, hij moet natuurlijk wel ergens een keer een begin maken. Ja. Dus dat gaan we jullie meenemen. En? Tada! We gaan ze eventjes demonstreren. Dit zijn onze nieuwe poetskisten. Pam, pam, pam. Je hebt ze al ingericht, zie ik. Ja. En de sleutels zitten nog in het zakje. De sleutels. En hieronder troep. Wauw. Maar dit is de poetskist met reserveonderdelen. En. Tam, 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 tam. De rosé gouden. Deze is super shiny. Ja. En dit is trouwens onze kleur. Equitality blauw, ja. En dit is de rosé gouden. En deze gaan we even meenemen nu naar Stan en Yellow, want hier zitten alle borstels in en elastieken en glanssprayen en haarborstels en anti-klit dingen en ontharingsmiddelen. Oh ja, trouwens, we hebben nog een kortingscode voor deze poetskist als je hem zelf wilt bestellen. Dus onder in de beschrijving staat een kortingscode. Ja. Zeg hem, als je ook zo'n poetskist wil bestellen, dan krijg je 10% korting. Korting? 10% korting. Op zo'n fancy poetskist. Oké. Hoi! Hoi! Nou, we gaan even die fancy poetskist in de auto zetten. Omdat we echt vet ver moeten rijden naar Stan en Yellow. Ja. Ik zie niks, ik ben vet goed in vloggen. Nee, hij is best wel zwaar, dus... Hij is echt heel zwaar. Dat kijk, dat is echt van jou, mag daar een slow-mo van. Maar we moeten heel veel spullen meenemen. Daarom gaan we even met de auto. Niet omdat het zo ver is, maar omdat we anders echt heel veel mee moeten nemen. Ja. En niet genoeg handen hebben. Daar komen ze vriendjes. Stan is Iris aan het terroriseren. Dat zie ik al vanaf hier. En Yellow komt rustig hierheen. Hij is zo. Hallo. Likjes mag wel. Wat ik de laatste dagen met Stan heb geprobeerd. Is dat je hem wel gewoon op zijn neus kunt aaien, maar ik duw hem ook gewoon een beetje terug. Want hij moet een beetje buiten je cirkel blijven staan, zeg maar. Want hij heeft de neiging om helemaal hier te gaan staan en dan kan hij overal bijten waar hij wil. En om hem elke keer op zijn neus te tikken als hij bijt, dat helpt ook niet. Want daar wordt hij alleen maar angstig van. Dus ik wil wel dat hij gewoon weet dat als hij rustig is, dat je hem dan gewoon kunt aaien en dat het dan ook super leuk is. Maar als hij bijt, dat dat niet de bedoeling is. Maar je ziet nou ook, als hij bijt en ik zeg dat hij dan ook eigenlijk wel gauw wegloopt. Omdat hij wel weet, ergens begint er wel een kwartje te vallen dat dat niet mag. Ja. En als hij op een gegeven moment rustig stilstaat, ja, dan beloon ik hem eventjes. Ah, nou kom je alleen om te bijten. Ah, ah.
Zo is lief. Zo is lief. Nee. Ja, je hebt wel heel veel moeite met niet bijten, kleine jongen. Maar je moet dus wel een beetje oppassen met Stan dat je niet je hand in de bijtzone steekt. Want ik geloof dat hij van de hele buurt al van iedereen al een pelletje te pakken heeft gehad. Jij klein bijtkonijn. Kijk, zo is het best wel leuk, hè. Nee. Aan mijn creepy les op. Ik probeer hem gewoon van me af te houden, zodat hij niet kan bijten. En als hij rustig wordt om dan te kriebelen, zeg maar, dat het dan leuk is. Dat is goed, je moet gewoon een keer relaxen. Zo is het liefst dan. En dat doet hij dan 2 seconden en dan gaat hij weer bijten. Want je wil hem ook niet elke keer wegjagen en bang maken en boos maken. Dus je moet hem wel een beetje voorzichtig aanpakken, man, met zo'n jonkie. Maar dit is dus vooral niet de bedoeling, jongen. Dit is niet helemaal de bedoeling. Ja. Hoi, snuffel. Lekker likken. Zo is lief staan. Eeuw, ik word gelikt. Niet altijd overal in het feest, want ik krijg niet achter. Lief. Stan lag net ook lang uit te slapen achterin. Ja. Zo te kijken waar is die. Hij laat zo lang in terug. Zo. Hallo, denk nog dat ik uren zit. Dat is niet. Dat is alleen een halstertouw. Zo, hallo terror. Jij komt echt heel dichtbij. Ja, je rent een beetje voor je nek in. Hè? Pas op, pas op. Ging je billetje bijna. Ik zal in jouw billetje bijten, je kleine boek. Mag ik jouw stip aanraken? Goed zo. Stanne mannen. Vind je dit lekker? Even... Kijk, hij vindt het lekker. Ik bed je zo. Ja, jullie zijn echt made for each other. Ja, zo lief. En als ik nou... Zijn piemel zwiept. Oh, wat een lekkere. Wat doe jij? Sanisjes, ben je aan het doen? Ik ben een Unistan aan het vlechten. Oh, zijn hoorn is ingestort. Nee. Daar is hij wel. En hij heeft een hartje op zijn voorhoofd. Nee. En hij had ook ergens een soort hartenstip, maar die moet ik ook even zoeken. Mocht iemand van jullie hem ondertussen zien, dan laat het even weten in de comments. Deze, deze heeft wel een beetje een soort van hartjes voor, maar niet helemaal zo. Oh nee, toch niet? Nee, er was een andere, die was beter, maar ik zie hem niet meer. Mochten jullie de hartenstip gezien hebben, dan hoor ik graag waar die ongeveer op het lijf van Stan zich bevindt. Stan is aan het touwtrek. Hey, wat doe jij? En Stan krijgt vlechten. Maar Stan staat niet stil. Nee, dat is niet Stans grootste hobby. Dus dan is ik weer lekker poefie. Kijk, hij had helemaal lekker à la poedel, was die weer. Stan. Stan. Zoveel manen, zoveel vlechten. Maar dit is wel makkelijk, want als we hem dan weer moeten behandelen van de week. Ja. Dat is morgen. Dan komen we hier ook makkelijker bij. En dan kan dat even een beetje aan de lucht drogen. Want dat is altijd het beste, dat er gewoon een beetje zonlicht en een beetje... Van alles ik heb alleen opkomt. Één vraag. Maar hier heeft hij dus heel erg geschuurd. Maar er komt al wel een klein beetje haar op, heb ik het idee. Nou, de pona is ingevlocht. Het is niet heel mooi, maar wel even praktisch. Doei. En nu gaat Iris een touw pakken. En dan gaan we even wandelen. Hoi, we zijn de weg op. Een van de eerste dingen is natuurlijk dat ze netjes aan een touw mee moeten kunnen lopen. En daar zijn deze alle twee nog niet goed in. In de wei doen ze dat op zich wel netjes. Maar ja, als je dan de vertrouwde omgeving verlaat, is het natuurlijk wel eventjes handig om te kijken wat er dan gebeurt. En om te kijken hoe de controle is. En ze moeten nu gewoon leren dat ze gewoon netjes naast je blijven lopen. Dat ze niet aan de touw trekken. En dat ze gewoon vertrouwen op dat wij de leiding nemen. Dat is een goede oefening. Nou, ja. Vriendjes,
Gaan we even bij andere paardjes kijken. Laat even weten in de comments of jullie ook een paar tegen verhaal houden om weg te zitten. We gaan nu zo koeien ontmoeten en andere paarden, denk ik. Nou, ik probeer een beetje te vloggen. Maar ik moet natuurlijk ook Stan een beetje temmen. Niet doen. En we gaan nu dus naar de koeien, zoals hier zijn. En andere paardjes zien. En Yellow, die vindt het heel gek. En Stan, die hupst er eigenlijk maar gewoon een beetje achteraan. Ik vind alles wel best. Maar Yellow is enthousiast. Als er iets aankomt waarvan ik niet weet of ze kennen, ja, de scooters zien ze natuurlijk de hele dag voorbij komen. Maar omdat dit nu spannend is, kan zo'n scooter ook opeens spannend zijn. Maar dan heb ik liever dat ze even wachten en een keer kijken. En dat ik zeker weet dat ze er niet anders van wordt. Dan dat je nu doorpusht en dat ze opeens begint te draaien. En dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. Maar eigenlijk werd ze er helemaal niet anders van. En Stan ook niet. Stan is alleen maar te klieren. Stan is vervelend. Kom. Hoi. Hallo, wat doe jij? Stan is wel echt heel schattig. Oh, sorry, ik zoek jouw hoofd. Ik kan niet zo goed achter de voren doen. Achter de voren met poppen. De hond aan het wandelen. Dus. Ja. Een boom. Wil je deze anders? Gaan we het bospaadje in of zullen we er even omheen lopen? Lopen we even omheen eerst. Vind je het leuk? Jij bent wel heel nieuwsgierig. Schapen overal. Ja. Paardjes. Wat Jelle vindt het heel spannend. En Stan is ongeduldig. Stan. Ik heb een steiger. Hij is op hol. Hij was op hol. Stan doet een poep. Stan deed een poep. En nu gaat hij rennen. Kom. Nou, de purdy's zijn weer terug. Vrij in de wei. Nou, we worden dus een klein beetje achtervolgd. Als ik... Daar is hij. Sanne doet een beetje raar, maar het paard reageert er wel lief op. En Stanny, niet bijten. Stan, ga weg, kleine achtervolger. Zoef, zegt hij. Persoonlijke ruimte. Goed zo, pak je Sanne maar. Stop. Goed gedaan, Cesar. Wil je even updaten hoe de wandeling ging? Ja. Oké. Nou, we zijn weer terug. We gaan nu even de stroom weer aanzetten. En ze waren heel erg lief. Yellow was, ja, vond alles wel een beetje spannend. Maar daarna liep hij eigenlijk gewoon heel braaf door. Gewoon een beetje nieuwsgierig. En Stan die hupste overal maar gewoon achteraan. Die dacht oké. Okay. En ze hebben schapen ontmoet en koeien ontmoet. En andere purden, maar die wouden niet kijken. Super grote purden wel ook. Echt van 1000 kilo. In België. Ja. En ze vonden het allemaal heel leuk. We gaan zo nog even voeren en dan is het alweer klaar. Zijn we hier alweer klaar. En ik had vanmorgen thuis alles al gedaan. Dus ik had de stallen al leeggeschept en ik heb les gehad met City. Ja. En de andere paarden zijn gepoetst. En Bas gaat zometeen misschien nog heel veel bureaus rijden, maar dat weet ik niet zeker. Maar dan hebben we alles weer gehad. En Fiesta, daar komt morgen de dierenartsen voor. Dan gaan ze weer scannen. Dus ik hou jullie op de hoogte. Hey. Ik heb Sanne per ongeluk klem gereden. En dan kan ik natuurlijk naar achter. Ja, je ziet het niet, maar ze zit precies voor een paal. Dus de deur kan niet open, maar... Ja. Ja. Mijn laars bleef haar. Ik ben ook benieuwd welke route je gaat kiezen. Wat zou ik doen? Ik zei nog, ik kan wel naar achter en zo, maar... Nee, je klim wel. Ja. Dus ik zei, oké. Okay. Toch blijf ik als poetje. Oké. Hoi. Nou, je bent wel soepel, hè? Hoe gaat het met jullie? Ik wil vrienden worden. Hallo. Hallo.
Hoe gaat het met jullie? Heeft een van de koeien net aan de camera gelikt. Sanne is vriendinnen aan het maken. Kijk, daar staat ze ook allemaal nog. En er komt er nog een aan. En daar. En daar. Het zijn er zoveel. Oh, en daar komt Fiesta aan. Die denkt, waarom gaat alle aandacht naar de buurvrouwen? Ja, zij is super ruw. Hoor, ze allemaal ademen. We kunnen ook een koeien ASMR maken. Kijk, die doet een graspriet op de hoofd van die andere. Doe alsjeblieft een slow-mo op je hoofd daar. Lief zijn jullie. Heel graag. Zulke grote neuzen. Koeien zijn zo schattig. Ja, koeien zijn heel leuk. Fiesta en Peanut zijn ook echt degene die actief vrienden worden met hun. Ik wil graag een koe vinden. Dat was gewoon weer even een vlogje over onze dag. Maar wat gingen we de volgende keer? Er komt binnenkort weer een sketch aan. Ja, laat even weten waarover jij een sketch wil zien. En? Allemaal bedankt voor het kijken. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat in de comments weten wat je de volgende keer wil zien. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren. Want bij de 10k doen wij challenges. En dat is leuk, denk ik, voor jullie om naar te kijken. Ja, dat is leuk voor jullie, niet voor ons. Ja. Oh ja, we hebben een hele leuke challenge die we ook gaan doen binnenkort. Oeh, ja. Ja, maar dus, daar hebben we nog even een extra iemand voor nodig om te filmen. Dus dat kan eigenlijk alleen in een weekend opgenomen worden. Dus vandaar dat het even iets langer duurde. Want het plan staat al even toch. Ja. Nou, dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.